Hey, dag iedereen. Welkom op de eerste aflevering van onze nieuwe show Buitenspel. Een programma waar we spreken over thema's naast de sport, naast de voetbal. Als gastheer hebben we Marvin Ogunjimi, Sergio McDonald. Ikzelf ben Lori Mokamba. En als gastheer hebben we vandaag niemand minder dan Raja Nangolang. Raja, welkom. Vandaag gaan we spreken over het thema media. Ik kijk eerst naar Marvin, want ik denk dat jij wel wat kan vertellen over, uh, over de media. Uh, ja, nee, ik denk dat media vooral nu um, en vroeger een groot verschil is. Ik denk dat vroeger media was teletext, was kranten en journalisten. Nu heb je social media, Snapchat en verschillende dingen die worden gebruikt en dat veel carrières kapot kan maken van spelers. Dus het is moeilijk om, om, om te zeggen van oké, okay, wat is goed en wat is niet goed. Maar ik denk dat veel spelers in, in een val worden gelokt en daar ook in vallen. Dan en, en voor het weten, is hun carrière voorbij. En ik denk ja, ook uh, sommige landen zoals Engeland, wordt alsnog meer vergroot. En in België begint het ook een beetje erger en erger te worden. Ja. Alleen als ja, spelers moet gewoon uh, beter nadenken. en Ik denk dat, dat Raja daar ook wel kan over meepraten. Ja, inderdaad. Uh, <laughs> media, ja, wat is dat voor me. Elke dag op Google mijn een naam intikken en er staat elke dag iets nieuws bij. Uh, nee, op zich uh, het is het zo, er is nu gewoon veel meer social media. Je kunt gewoon overal alles vinden. En uh, voilà, hoe bekender je zijn, uh, hoe meer dat je erin komt en hoe makkelijker het is om, om iemand af, af te breken. Al ja, uh. ik had het voorbeeldje met een jonge kerel bij ons, nu in een Duomo. Niet? In een Duomo dat is volgens mij een opkomend talent, maar het probleem is dat dat nog een kind is in zijn hoofd en. Ja, wij, wij, wij spelen tegen een herbatje, verliezen 3-0, wat gaat die post? Ja, Europees debuut gemaakt. Tegen een herbatje. Snap je? Dus dat gaat echt wel snel om, om kapot te kunnen maken. Dus ja, dan komen supporters op en ze zeggen van: ah ja, zeg maar, denkt jij is nu wedstrijd, in plaats van te denken dat je een post, een, een, een post moet zetten, dit en dat. Dus ja, je moet er ook slimmer zijn. En bij mijn media is niet helemaal persoonlijk, uh... maar dat is wel heel erg dubbel. Hè? Met, met die jonge gasten, ja, ik vind het heel, Want, heel dubbel. Uiteindelijk... Ja. Hij mag wel blij zijn dat hij zijn debuut kan ja, maken ja, too, voor zo'n like, mooie ploeg. Like. Dus het zou jammer zijn dat hij die, die emoties moet laten links liggen omwille van het feit dat er andere mensen maar ik iets altijd, van hem specifieks verwachten. Ik zeg altijd, op dit niveau uh, moet je weten wat je kunt doen en wat je nu kunt doen om geen kritiek te krijgen. Mm -hmm. je, hij staat op dat veld, je verliest 3-0, dat was een mm -hmm. belangrijke wedstrijd. Ja. En Daar moet je weten dat je het moet laten ja. om geen post te zetten. Jij ja. Ja. Ja, pakt nu één speler, hij is wel een heel, ik ken hem persoonlijk ook, hij is een speciale speler. Hij is iemand hij denkt. Uh, hij kijkt naar een Depay, naar een pogba. Maar die mensen hebben een bepaald statuut, een bepaalde dingen bereikt ja, dus. en hij denkt dat ook te kunnen doen, alleen heeft hij dat nog niet bereikt. En ja, dat, be dat, en dat dus bedoel ook. ik met jonge spelers die weten nog niet de kracht van social media, dat ze dat kunnen maken of kraken. Maar daarom dat ik zeg. Hij is, uiteindelijk heeft hij nog niets bewezen. Als je dan deze al doet voordat je iemand zijn dat je nog terug helemaal naar nul gaan, snap je? Maar, maar dus wat wil je dan ja. zeggen? Worden ze dan eigenlijk ook niet, niet goed begeleid, die, die jonge spelers? Uh, ja, want uh, jij moet dan ik, ik ben pas ook nooit heeft... begeleid geweest. Ik heb ook nooit iemand gehad die mijn social heeft gedaan of mijn niks heeft gedaan. Ja, ik ben ook zo een die dat zegt tegen mij eigen. Van, ik ben ook zo'n type als Pierre. Jawel, maar jij, zelf. Bent, jij bent groot geworden in een wereld die media was misschien nog niet zoals nee, die nee, nu ook niet is. Ja, niet. Je spreekt over sociale media. Ja. Dat is volledig anders ook. Hè. Dus in deze tijden moest die jongen dan misschien niet net iets meer, of zelfs jullie team, moest die niet net iets meer... Ja, maar begeleid ja, worden. Wat, wat, wat doet je daar? Je kunt moeilijk gaan zeggen van oké, okay, ja, um, vanavond moet niemand iets posten, Dat ook niet. Hè? <laughs> Uiteraard, maar misschien toch wel een beetje een bepaalde richting kunnen uitsturen. Ik denk, ik denk eerlijk gezegd, als ik de jongen was, op die leeftijd zou ik het zelf ook gedaan hebben. Maar als ik vandaan en dag kon denken of dat ik zoiets nog zou doen, denk je mij van ja, ik zou toch twee keer nadenken. Ja. Maar die jongen die God ervoor, snapt, ja. die houdt een beetje zo ook van zijn eigen. Uh -huh. ja, het is, je weet hoe, die, hoe die buitenlanders ja, jonge, jonge, straatjongens zijn. Uh -huh. Die zijn nu helemaal zo. Die, uh -huh. die, die, die houden van een beetje te laten zien. Ze spelen eens. Ze willen een uh -huh. beetje bekendmaken. Uh -huh. Maar ik denk nu op de dag van vandaag dat eerst bekendmaken is dat het veld en daarna Juist. het persoon. Mm -hmm. Maar je zegt zelf van je naam induwen op Google en dan altijd elke dag een nieuw verhaal. Maar in hoeverre is er altijd de waarheid in elk verhaal? Soms lees je verhalen dat je denkt van oké, okay, zoals begin dit jaar. Jammer genoeg uh, getekend bij, bij Antwerpen en uh, één week later, daar, daar, daar waart je weer. In hoeverre zijn, zijn de verhalen waar? Maar de waarheid uh, is wat ik weet. Uh, <laughs> ik bedoel, als je te schrijven dat ik 120 graden om de kaai in Antwerpen, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Dat weet iedereen in Antwerpen. Naar. Om de kaai kun je geen 120 graden uh, Maar waarom kom jij dan niet naar buiten en dan, daar, luister, ik kan, Dat, dat dan, is niet waar, want, med, kan, want media... Ik nee. weet dat je wilt zeggen, maar als ik erop blijf gaan doorgaan, gaat dat elke dag bo-bom, bob, bobom. Als ik er niet op aan boef, is dat gedaan. Dat nee, maar maar... nu speel je in België. Vroeger speelde je in Cagliari, in Rome, in Inter. Nu speelde je zelfs in België bij Antwerpen. Dus ze gaan één keer de media gewoon één keer niet aanpakken. Maar zeggen van luister, ik kreeg geen 120, ik kreeg minder. Ik heb een fout begaan. Zeker en vast. Maar ik, ik bepaalde heb bepaalde dingen gegeven, niet gegeven, gegeven. Bijvoorbeeld wanneer het dan die, die beoordeling wordt gegeven, uh, voor de rechter, en zo, heb je ook gezegd: je ja, hebt een fout begaan. Ik heb te snel gereden. Ik heb geen 120 gereden. Er is nergens voorgelegd dat er 120 staan. Eerst was het 120, dan was het 116, dan 112, dus waar is de waarheid? Uh -huh. Ik weet ook niet, ik heb een beetje gedronken, dus kon ik niet op mijn teller staan zien hoeveel ik aan was. Maar ik weet dat ik in plaats van 50 misschien 80 heb gereden. Uh -huh. En daar betaal ik mijn, daar ga ik voor betalen, snap je? Als je tegen mij zegt dat ik zat heb gereden, oké, okay. ik zat op 0,53, ik zat niet op 1,12 zoals ik misschien al eens een andere keer zijn geweest, maar ik word wel zwaarder bestraft. Dus en heb, heb als je, je dan zegt, daarom dat ik ook zeg van, ik ben nu een bepaald, Personage. En bij mij blijft wel, wel het, 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 het gezicht want de wet is gelijk voor iedereen. En maar als echt... bij mij dan wordt uitgesproken op drie maanden en een normale mens wordt uitgesproken op een jaar tijd, dan is er iets dat niet klopt. Dat ja. je zo telkens dan op een bepaalde manier misschien wordt afgeschilderd, kunt je dat dan ook ondertussen al plaatsen? Of is dat, is dat toch wel, toch wel ja, lastig is? Ik ben, uh... ik ben ook iemand die dat zegt in zijn eigen. Van, schijt dan alles, weet je? Uh, ik krijg een strap op gelegd, opgelegd, ja, uitziende maakt niet uit. Hm. Tuurlijk, ja, denk je in mijn oké, okay, ja, uh, ik kon niet in mijn t-shirt zoals Balotelli's zijn, Why Always Me, hè? Uh, Maar ik weet dat ik zo ja. van die foutjes, ik ben gewoon Zou zo. Zou een goed idee zijn. Ja, maar, maar ik, ik, ben gewoon, <laughs> ik ben, ik ben gewoon zo eentje, snap je? Ik leef <laughs> mijn leven, ik drink er soms eens in, ik kan eens feesten ja. met vrienden, oké, okay, ja, rijden als je is verkeerd, geen goed voorbeeld, ja. oké, okay, daar pak ik ook mijn gevolgen van. Ja. Maar het moet het juiste zijn, niet hetgeen omdat ik nangolant ben, nee. dat ik meer moet betalen of meer moet gaan geven. Dat is waarom we vandaag ook over het thema media spreken. Hè. Het, is, het is inderdaad, je, hebt een, allez, je bent een bepaald personage, dus het is wel jammer dat dat van u dan misschien altijd wel een bepaalde richting wordt uitgetrokken, terwijl dat iedereen inderdaad wel gelijk is, iedereen maakt bepaalde fouten, maar desondanks bij u moet dat toch een bepaalde richting worden uitgetrokken. Hè. Dus het is vandaar dat we ook vandaag wilden spreken over die media, om te zeggen, alles nog, nog zo'n zo ja. dingen dat ik ook niet snap bijvoorbeeld er worden rechtszaken dus er is een rechtszaak en normaal gezien heb je ooit al een een rechtszaak van een gewone mens die zat heeft gereden en uitzien zien komen op de gezitten elke dag. weet <laughs> je niet mm. maar het over mij ook komt dat boom dat ja, ja. overal op vols net. over u gaat Rajen Angola de de, de personen die uh, rookt die drinkt uh, en wat dan ook maar het verschil tussen Italië en België qua media voelde je dat je daar meer vrijheid had want hier in, in België? In, als je in Italië is, ging drinken of ik zat er met Sjerit, dan is niet over je praat Dat bedoel ik net. Dus en ik ben en... over je praten, want in België is het roker voor niet-voetballers. Je moet eens naar Italië gaan, dat is een competitie tien keer zo zwaar als in België, maar er rookt 80% van de voetballers. Dat is gewoon iets normaal daar. En dus heb... dat, is gewoon, dat is gewoon een mentaliteit. Als je iets gaat drinken, wie zegt mij iets? In Italië is het meer zo dat ze zeggen: van oké, okay, ja, jij moet voor mij doen wat een voetballer wordt verwacht. En ja. ik, dat is mijn visie ook. Mm -hmm. Ik moet. Uh, gewoon presteren. Ik moet... Kleine jongens die opkijken naar mij. Die moeten zien dat ik presteer op het veld. Die moeten zien dat ik in mijn ploeg, met mijn ploegmaten overeenkom. Die moeten zien dat ik respect doe voor iedereen. Als ik een sigaret rook. Aan wie in mijn kerk ik respect. Aan wie doe ik iets kwaad. Aan niemand. Maximum zal het op mijn eigen lichaam zijn. Maar ik ben ook geen vader van alle kinderen die naar mij opkijken. Mm -hmm. Voor te zeggen, die ook niet roken. Mm -hmm. Dus ik denk dat iedereen zijn eigen opvoeding moet krijgen van thuis uit. En als je idolen hebt moeten zien van oké okay, ja, dat is een goede voetballer, dat is een goede voetballer. En je beschouwt die als idool als voetballer. Je moet die niet beschouwen als idool als, als, als mens. Nee, uh, maar ik denk dat, ik denk dat sowieso jong, jonge jongens kunnen dat niet onderscheiden. Hè? Nee, natuurlijk niet. Dus, dus die kijken, zien, ze zien je en ze denken ja, ik kan maar, dat ook. Maar jij, bent, jij hebt al iets bereikt. Ja, en, en daarom dat ik ook zeg... Dat is in België die mentaliteit is zo is. Als je in Italië ziet, als ik in Italië gewoon in het centrum van Rome, dan steek ik zeggen: Sjeret, hier rook niemand praat erover. Hm. In Italië staan meer voorbeeldfunctie vooral ook op het veld wat je daar doet. Voilà. En hier is zogenaamd heel het pakket wat er ook naast het veld nog komt ja. bijkijken, maar ja. ik denk dat inderdaad niet per se uw verantwoordelijkheid is eigenlijk. Ja. Inderdaad. Ja. In Italië, ik was ook in Rome toevallig een paar weken geleden, Marvin was er ook. Daar rookt iedereen, echt, iedereen. <laughs> dus echt. Dus echt iedereen rookt. Dat ik dacht. Ja. Ik heb daar ook wel een paar gepakt, <laughs> Maar ik denk ook dat, dat, dat in België dat, dat verhaal van roken een bepaald parcours heeft genomen met, met, met Wilmos met Nationale Ploeg. Uh, dat is echt, dat is toen pas echt is begonnen te lopen in België, want daarvoor sprak niemand over uh, Nangolan die iets die rookte of, of die is iets ging drinken. Niemand. Maar dat is pas echt begonnen te lopen bij Nationale Ploeg. Ja, dat was eigenlijk een eerste excuus, omdat ja. ik geen brave jongen was net. En dat begon dan een beetje tegen te werken op mijn eigen, maar ik heb gewoon altijd blijven doen. Ik kan me eigenlijk niet verstoppen omdat ik een sigaret rook. Uh -huh. Ik doe niets verkeerd aan iemand, ik doe er niemand pijn mee en ja, uiteindelijk daarna heeft dat het geaccepteerd. Dus ook wat dat de mama gezegd, van ja, ik heb een balkon, ik heb een kamer met een balkon. Dat is, dat is ook allemaal niet waar, dat is tussen haakjes, gewoon om mm -hmm. over te komen. Ik heb gehad of in mijn toilet gerookt of ik ging beneden gewoon in de hal, en als je hier doet, het mm -hmm. dus, je ja. <laughs> bij, bij mij was het meer zo van, uh, toen dat incident was van het roken. Ik was meer van, Radja waar moet je nou roken, want ik wilde je graag. Daar zien, snap je? Dus ik dacht meer van. Uh, wat, had, wat was er gebeurd als ze je als niet hadden gepakt met dat incident? Ja. Was je er dan wel bij, denk je? Ik weet niet, ik was toen ook nog niet echt op, de niveau, op niveau van andere spelers. Dus die keuze van dat WK, ja. dat ik ik nog accepteren, snap je? Okay. Ik was juist in Rome aangekomen, ik heb nog één koop bij Cagliari gespeeld voor drie ja. jaar. Oké, okay, ik was wel basis speel. Maar als je dan ziet, er was een feleine die speelde bij Everton. Was een, ja, er waren veel speel, de voor die was, ik weet het niet. Ja, die, juist, die, was nog, die, was, die was juist in Burnley of zo, maar ja, die heeft oh, dan okay, al drie jaar yeah. in België geshot. Uh, de Braan zat al in City, denk ik. Uh, iedereen zat al goed, dus die keuze kon ik nog vrij goed accepteren. Het okay. je? Uh, de laatste WK. Ja, daar, daar, daarvoor, ben ik, daarvoor ben ik ook gestopt. Dat uh, uh. is genoeg geworden. Allee, ik speel met Rome de halve finale van de Champions League en die zegt tegen mij oké okay, ja, je kan niet dezelfde positie geven als in Rome. Ja. Pak me daarmee op de bank, <laughs> ik vraag niet om te spelen. Ja maar nee, ik ga je niet meepakken, want voor mij zijn jij een basisspeler. Dus zo'n bullshit, dat ik nog nooit van mij heen mentaal word. is zijn niet makkelijk geweest in die periode. nee nou, maar niet van mentaal, ik zeg gewoon, je weet dat... Want hij komt dan speciaal naar Rome omdat ik ooit eens een intro had gegeven ja, ik hou ervan dat de mensen met in de face komen praten. Dus ja. Ja, ik heb zo'n vlucht, wat doet hij? Een uur en uur daarna naat hem zijn vluchtel terug, die is wel eens even over de korte oh, ja, voor, voor de show. Van, ik oh, eigenlijk, heb het geprobeerd, maar. Uh, dus eigenlijk uh, was hij bang voor jou, hij dacht, namens snel. Nee, want dat, snelle... komt hem, nee, dat komt hem voor de media over. Ja, maar, oh, ja, de ja, ik ben naar Rome geweest. Ja, als hij die interview nooit had gegeven, dan moet het nooit gekomen zijn. En dat weten media niet. De media gaat ervan uit: oké, okay, hij is toch gevlogen naar Rome om te praten met, met Raja, maar alleen jij weet van oké, okay, dat is ja, eigenlijk niet gebeurd dus mm. ja, dan, ja dan hij is, hij is gekomen heeft dat gezegd ja, ik wist al wel dat het was dat ze er was hè toen mm -hmm. hij in Rome was hij wist ik wel van ja als ze mij gaan oproepen gaat hij niet naar Rome ja, komen ja. dus, en jij dacht eigenlijk. meer van wat, gaat die, wat voor excuus gaat hij nu hebben ja en toen werd het excuus hadden zei oké ciao, ja, ik ben ja. weg maar in, ja. ik had gelezen dat je in Italië ook uh, door Inter of door Roma een keer bent gescoord geweest omdat ze op een, op een nieuwjaarsfeestje... Uh, ja maar dat, dat was ja, Gaan, normaal gezien ben je me niet waar als het gaat in een discotheek, <laughs> ja. uh, voor te beginnen. Eén keer weer ik thuis en komt er een video uit van, ja, als je zaapt ja, niet waar mag je dat wel eigenlijk. maar mm -hmm. nou, het, was, het was niet juist, het was niet oké. Okay. Mm -hmm. Want ja, in Italië zijn het heel veel geloven, zijn, zijn echt gelovige mensen. Ik heb een paar woordjes gezegd dat niet goed overkwamen eigenlijk. Die ja, zo godverdomme als je in het Nederlands zegt gebeurt er niks. Als je in mm het -hmm. Italiaans zegt, dan is dat, oh, oh wat is die allemaal aan het zeggen. Ik had eigenlijk die fout begaan. Het was niet op zich voor het feestje thuis, want ja, uiteindelijk was ik thuis. Maar ik wou eigenlijk gewoon zo opnemen, snap je? Mm -hmm. En in een tijd, wat, de, wat gebeurde als je zo'n direct deed? Dat sloeg automatisch op. Op je verhaal. En mm -hmm. nu mocht je eruit kiezen of je opslaat of niet opslaat. Mm -hmm. Ja, dus morgens om 8 uur stonden er 20.000 kaas op. Mijn <laughs> Social gsm. media training. Ja, niet normaal. Vanuit <laughs> dat filmpje, ja, iedereen heeft al opgeslagen. Dus. <laughs> no. Ik heb nog een andere vraag. De, de media, als die dan misschien af en toe wel te negatief kunnen zijn, ja. jij bent mentaal dan wel sterk, maar voor je familie rondom, dat heeft waarschijnlijk ook wel een bepaalde invloed, of, of zijn zij er misschien ook al wel, wel mee, mee gewend, of hoe zie je dat? Uh, ja, uh, mijn dochters op zich, uh, die, bes die beseffen dat nog niet. Echt, ja, ja, mm -hmm. Ik heb er wel een van 14, die begint dat wel een beetje door te hebben, maar mm -hmm. die pakt me ook voor wie ik ben. Ik ben haar vader en ik mm -hmm. moet gewoon goed zijn ten opzichte van haar. Snap ik, dus zij kent jou wel, maar, maar ergens vrouw, haar niet misschien dat, dat je dan wel af en toe wordt neergezet als je die juist niet ja, ja. bent. Dat, dat, is, dat is het probleem beetje soms met mijn vrouw. Weet je? Mijn ja. vrouw zegt ook wel van ja, hey, en dan stond er weer in, en dan stond er weer in, en dan ja. wordt er weer over gesproken. Ik begrijp dat wel, maar. Ik zie maar het mensen moeten ook niet overdrijven. Ik doe. Ik doe <laughs> Eigenlijk niks kwaad, snap je? Ja. En mijn vrouw is soms ook bij mij. Maar ja, okay. als mijn vrouw bij mij is en die is nuchter, zeg je dat ik wil rijden. Ja. Dus, ja. ja. Wat, wat is voor u de druppel dat, dat er over kan gaan over, als ze over u praten? Als ze over familie praten of over u als persoon? Of als het echt te ver gaat over uw privéleven? Over, ja, over bij, bij mij gaat het er gewoon over als je. dingen. Ja, als er dingen komen te staan die totaal niet waar zijn. Dat is altijd belangrijk. Het mag over een familie gaan, over vrienden, over mezelf, over, over eender wat. Vind je dat zal te ver zijn gaan bij je of, of? Ja, veel, veel, ah. veel. Nu ook, de laatste keer. Van het feit van ja, dat ik 120 graden, dat is ja. pure, is totaal een bullshit. En weet je, dan soms ook wie dat juist... is? jij ik ga je zeggen. Ik ja. ik, was, ik, was, dus ik had dat mijn gedaan. Um, ja, als je van, ik zal zeggen van, van het eilandje komt. Je uh -huh. weet, de kanten van de kaaien. Dus je uh -huh. rijdt daar langs de Schelde, dus ja. je op een moment kun je eigenlijk richting de voetgangers, richting Schipperskwartier Schippers gaan. Klopt. Dus eigenlijk ja, ja. naar links. Ja. Dus er is een afrit naar links, en, af, en, en je kunt rechtdoor naar Richtdoor. de kaaien. Uh -huh. Ik stond eigenlijk op de, op de weg voor naar links te gaan. Wat doe ik? Ik naar accelereer rechtdoor. en ik ga rechtdoor. Ja. En die vliegen die stonden op 400 meter van mij. Wow. Dus die kunnen tegen mij toch niet zeggen dat ik 120 aan rijden was. Uh -huh. Die hebben dat manoeuvre gezien. Ja. Dus je vraagt tegen mij, ja, je dat manoeuvre Ja, ik heb dat manoeuvre gedaan. Ja van die dat ik 120 heb gereden en dan laat je maar niet zien. In Amerika wordt gezegd als je iemand tegenhouden. 120 per uur, dan stopt die radar 120. Ja. 160 per uur, dan stopt die radar 160. Ja. Hier is dat nooit voorgelegd. Ja. Je dus gewoon hun je verliest voilà. altijd. Ik, ik hou er niet van dat er elke... Bijvoorbeeld mijn, mijn ex-vriend, die spreekt regelmatig een dag allemaal. Dat die praten over, ja, over dit, over dat, over mij. Maar als ik daar elke keer moet gaan antwoorden, dan is dat een week zijn, en ja, week ik, een dus. week zijn, een week ik Beter gewoon alles laten liggen en laten gaan hoe dat is. Radja, heb je het gevoel dat het grote publiek je eigenlijk wel kent als zijnde u? Of heb je het gevoel dat zij ook echt aannemen wie dat jij bent, omwille van wat ze in de media horen? Ja, er zijn er veel die, die denken dat ik een bad boy ben omdat ze gewoon de media lezen. Ja. Maar jij weet even want hoe... Want uw tattoos ge... zijn wel mooi zo. Ik maar je en... ken je al heel lang. Je kent mij heel lang en je ja. weet hoeveel ja. voor een jongen dat ik ben. Uh -huh. Ik denk iedereen die mij kent, die zal zeggen van ja... Radja is een jongen Moe die geen ja. probleem met iemand ja. heeft. Die is altijd goed met iedereen. Ja. En... Maar net yes. daarom is het jammer voor die mensen die jou ook goed kennen. Maar dat is hun probleem, snap je? Ik moet gewoon uh, goed zijn met de mensen die ik wil goed hebben. Uh -huh. Voor de rest, wat de mensen van mij denken, dat trek ik me zelfs niet aan. Daarom, ik, ja. ik vond dat goed de laatste keer dat je een extra taal waard, Dat iedereen daarna zei van, oef, Radja is een topgast. Dus ik denk dat de Belgische kijkers en, en, en de media toch een andere kijk nu naar jou aan het nemen. Hoeveel procent zouden gezien hebben van de Belgische? Oh, ik, ja, ik denk alle voetballievers, ik toch ook veel. bijvoorbeeld, ik geef nu, nu commentaar op... Uh, er er op uh, de ketelaar, Abanaki. Nou lang, lang. lang, Ik heb gezegd: Nou is een heerlijke voetballer. Maar, maar hoe hij reageert met zijn handen, met de mondsnoeren, met dit en dat, alsof een tien jaar aan het voetballen is. Voor mij, als die, ik heb gewoon gezegd: als die jongen niet, uh, niet die, die gestes allemaal gebruikt, wordt hij nog twee keer zo. Oh, hoe dat mm -hmm. ik denk. Dus eigenlijk een. een, een hoe zeg je dat? Een, een advies een advies geven mm -hmm. aan die jongen. Ja. Snap mm -hmm. je? Dus ik ben hier totaal aan het afbreken. Nee. Charlotte de Ketelaar is een speler waarvan ik niet hou. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik moet niet omdat uh, morgen de gouden schoen geworden van zeggen, ja Charlotte de Ketelaar is een speler waar ik van hou. Snap je wat ik wil zeggen? Iedereen heeft zijn mening over voetbal. Charlotte de Ketelaar is een voetballer die, waar ik persoonlijk niet van hou. Ik Zeg niet dat hij een slechte voetballer is, maar nee. dat is geen speler waar ik. ik van zeg, wauw. Dus als ik mijn mening geef, ik maar ik hier geen respect, want ik heb nooit gezegd dat dat zijn. Ik heb nooit gezegd dat die jongens zijn waar ik niets van moet hebben of zo. Maar het gaat er bij mij om over mijn mening, zoals dat iemand zou zeggen over mij dat ik geen voetballer ben waarvan waar, waar waar iemand van houdt. En dat is een mening dat dat geaccepteerd moet worden. Dus ja, al die brieven worden en we ja, de, ja, we zitten ja, wat de, ja. Snap je wel zeggen? Dus die, 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 of ze snappen niet wat er gezegd wordt, of ze lezen alleen de titels. Want uh -huh. er waren zoveel titels waar je zei: van ja, nou alleen, uh, Raja Ningolang kan nog lang niet uitstaan. staan. Ja, uh -huh. maar dat hebben we nooit gezegd. Uh -huh. Ik heb gezegd: van als die jongen al die gestes en die dingen allemaal niet doet, wordt hij uh -huh. gewoon twee keer beter. Maar ik denk dat de media je uh, persoon als bad boy gebruikt om uh -huh. dat soort titels te kunnen schrijven. Want ze weten van Raja is een beetje een bad boy. Dus als we zoiets schrijven, dat kan wel uit zijn mond komen, dat kan wel, dat kan wel waar zijn. En ook omdat jij bijna nooit op iets reageert of, of nooit zegt van oké, okay, dat is niet gebeurd, denk je van oké, okay, dat is een makkelijk doelwit, we gaan die gebruiken. Ja, tuurlijk, tuur. maar das, ik zeg het je, ik weet wat ik zeg, ik weet, als de mensen bijvoorbeeld artikels in plaats van enkels, want ik ben ook geen, ik lees geen gazetten hè? maar soms we op de club liggen er ja, en ga ik ja. gewoon de titels lezen. Mm -hmm. Dan zie je van, ah ja, die titels, dus dan heb je ook iemand van, ik zou het artikel moeten lezen, maar ik heb er zelfs geen zin in om het te lezen. Maar ik ben ook geen loemprik voor te zien van oké, okay, ja, het is allemaal waar wat er geschreven staat met titels. Er zijn veel mensen die gewoon zo zeggen van ja, pup, die lezen, die lezen, die lezen een titel, die lezen een titel en ze zeggen oh, wat zegt die kerel? Dus maar als je naar de titel gaat lezen, staat eigenlijk alles perfect uitgelegd. Reggie, als vaak zaken verdraaid worden, eigenlijk heb je dat nog wel zien om met de, met de pers te spreken of? Pff, Ik kan eerlijk zijn, ik heb dat eigenlijk nooit graag gedaan, maar ik denk dat uh, is part of the job of. Uh, ja, dat hoort erbij, uh. dat hoort erbij. Maar soms doe ik dat wel graag omdat ik ben een die dat ik kon niet iets zeggen om de minst uh, te laten horen wat hij wilt horen. Mm -hmm. je? Ik ben ook een in mijn mening en dat je het de, slecht zijn en dat, kan de, positief de, dat zijn. je positief zijn. Dat zie je net, hè? En, en, en daarom dat ik ook uh, veel mensen tegen heb, omdat ik soms gewoon zeg wat ik denk. Ja. Maar er zijn zoveel mensen of zoveel voetballers die hetzelfde als mij denken, uh -huh. maar dat ik hebben de bal niet om dat te zeggen. Ja. Of niet in de positie staan om het te zeggen. Ja, maar ook niet, maar ja. je moet er ook lef voor hebben, want ik kan nu een voorbeeldje geven. Uh, Zie maar in, 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 in een, een dom voorbeeld. Je zit in een ploeg met 30 spelers. Als je onder de spelers praat dan is niet, dat is ja, een trend is wel ja, Dat is niet goed. Dat is niet goed hè. Die kan dat niet goed. Die kan... En hoeveel spelers zeggen het? 0. No. No, ik ben de ene die dat wil ja. zeggen. Vis. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben, ik ben ook altijd degene geweest die iets gaat zeggen. Maar dan krijg je ook, als je dan zegt en het komt uit, dan krijg je ook de steun van je team. Dat doet iedereen alsof... Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar daarom, daarom, ik ben nu de, de, ik zal zeggen de, 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 de grote jongen in de splitkamer. Ja. Ik probeer wel iedereen bij te staan, maar... Kijk, was van, um... er was een gevalje gebeurd van... Wat was het weer al? Um... Dus ik had een filmpje, dat filmpje aan het stadion, ja. <laughs> van de voorzitter. Ja. Maar, hij is, hij, is, hij is van Antwerpen. Ik zie gewoon dat dat een, een pure grap is. Ik zie van ja, hij heeft er een slecht tak laten opzetten. Maar, oh, ik, en, en, ik had dat, wacht, en ik had het enkel in de spelersgroep gezet. Ik had het zelfs naar vrienden doorgestuurd. Dat is de nou, laatste nieuws, eerste als uitbrenger. Je zou het zeggen dat er iemand in de groep. Dat gezegd Iets, of, of zelfs zonder kwaad, kwaadheid naar een vriend heeft gestuurd. Ja, nog eens naar een vriend heeft gestuurd. Uh, ja, ja. En eens dat hij vertrekt, vertrekt dat. Maar dan zie ik ook in mijn eigen van waar ben ik mee bezig? Snap je wat voor, wat voor, wat voor gasten zitten er in de ploeg? Maar ik moet eerlijk zeggen, in de voetballerij heb je veel van die gasten ja. die in je eigen team zitten, die altijd met de, met de media contact ja, maar hebben maar en het, goed zijn met de media. Daarom heb ik altijd heb ja. gezegd: voetbal is een vieze wereld. Een vieze wereld, ja, klopt. En je dat de media ook vaak dan wordt gemanipuleerd door eh, misschien teamgenoten of zelfs door, door de clubs om bepaalde dan. boodschappen te kunnen overbrengen? Of? <laughs> ik heb nog een bewijsje van zoiets. Um, Bewijs. Ja, zelfs <laughs> bewijzen. Hè. Ik, ik was gekwetst aan mijn kaart. <laughs> Ik was gekwetst aan mijn, aan mijn kaart en uh, Sander Koopman, dat is een speler bij ons, die is twee mm -hmm. twee keer kruisband. Ja. Die komt naar mij en die zegt tegen mij, Raja zich uh, er is mij een journalist gecontacteerd. Ik weet zelfs zijn naam niet meer. Um, die is mij komen vragen hoe jij werkt in de gym, of dat je alles aan het doen bent om zo snel mogelijk te recupereren. Ik dacht, wat de fuck is die gast mee oh. bezig? Dus is zeg ik tegen jongen? Ik moet het mezelf niet geef mij de nummer van die journalist. Uh -huh dus ik je nu maar een journalist Ik schrijf zo'n bericht waar ik zeg van je moet die job leren doen als je wilt dat spelers in opstand komen één tegen de andere kunnen jij even gewoon direct zitten uh -huh. en ten de, de derde geef mij een nummer als je nu wilt als je nu iets wilt polsen of zo bij mij vraag het me maar maar van mij zit die, die is sowieso geen antwoord uh -huh. dan zeg ik ja sorry daarvoor dat wou ik niet maar ja nu heb ik je nummer ik zeg ja oké okay, weet dat het zo maar voor te laten zien wat er allemaal in die wereld gebeurt uh -huh. maar het, het begrijp dat niet moeilijk dat sommige mensen Um, Oké, okay, voor mij heeft iedereen zijn, zijn, zijn mening mag gaan schrijven en zeggen wat hij wil. Maar heb jij dan geen moeite mee dat sommige mensen dan nooit een bal hebben geraakt of nooit op een op bepaald niveau hebben gespeeld? Zoals dus Romelu Lukaku, die wordt die werd gedurende x aantal jaren kapot gemaakt door, door, door uh, sommige mensen. Maar die mensen hebben nooit op, op dat niveau gespeeld. En nogmaals, iedereen is vrij van mening wat te ze zeggen en schrijven wat hij wil. Maar ik denk, die mensen, die ben niet door. Dat, die dat, is, kapot kunnen maken. dat is heel kapot kunnen maken. Dat is heel moeilijk om over te praten. Want ik zeg ook altijd, als je zelf een voetbalkenner bent en je staat op het veld, ziet je soms dingen niet, dat je wel ziet dat je ja, staat, snap je? Dus dat is gewoon een andere visie. En voetbal leert je. Niet. Vo maar nee, ik wil zeggen, uh, je, als je zelf op het veld stond, zegt je zoveel dingen. Alleen bijvoorbeeld, je speelt in combinatie, je speelt niet in combinatie, je weet wanneer je moet katsen, je weet wanneer je je ziet een dien oplopen, maar je ziet een dien niet. Maar als je dan op tv staat. Of je kijkt gewoon op tv. Zie je, ja, deze kon wel, deze ja, kon wel. Dat kon, dus dat is een ander perspectief van, van, van visie. Dus die commentaar dat erop komt, dat is Achteraf. soms juist, maar dan beseffen ze niet dat ze nooit op een veld hebben gestaan waar ze het dan niet zien. Snap je? Dus ik zou meer daar raken als, als test dan te zeggen van ja, Romelu kan dan niet, Romelu kan niet. Ik denk op mijn eigen, als ik een wedstrijd ga analyseren, dat ik ook zie van: oké, okay, ja, deze komt misschien beter, deze komt misschien op die manier, deze komt misschien meer rustig zijn. Maar dat is dan wat je ernaast ziet. En daarom denk ik dat die kritiek niet altijd onterecht is. En als je dan vraagt aan mij of dat die juist zijn, die mannen die nooit op voetbal hebben staan, dat die commentaar dan zeg ik van: ja, die kunnen er wel commentaar op geven, want die zien het enkel van die visie. Ja, maar soms kun je toch andere woorden gebruiken, kun je anders verwoorden. Soms kun, kunnen ze zo ook, dingen schrijven. Ik heb ook altijd gezegd over Romeo Rome, tot vier jaar geleden of zo, dat, hem, dat ik zei van, hey, die is zo groot, maar die kan zijn lichaam niet gebruiken. Maar dat is geen kritiek, hè, want die gebruikt zijn lichaam op een manier dat hij zijn eigen kwaliteiten slecht gebruikt. En nu heeft hij eigenlijk door dat hij zijn lichaam perfect gebruikt, hoewel hij het ervoor misschien niet deed. Mm. Dus met andere woorden, die kritiek die hij wel kreeg, misschien heeft hij wel ook in zijn hoofd gestoken van, oké okay, ja, als ze dat blijven zeggen, is er misschien wel echt iets dat niet klopt. En is hij er meer op beginnen werken, en nu, als je ziet, Romelu, als hij zijn lichaam zet, ja, dus er komt er ja. geen ene meer tussen. <laughs> dus, Niemand. En, en daarvoor, iedereen pakt zijn bal af. Omdat ja, hij zijn lichaam niet goed Of misschien in plaats van een bal met die rechtervoet te stoppen, dan stopt hij met zijn linkervoet. Dan nee. is er beginnen te trainen. En zijn, zoals, zoals op de ook. De jongen die schiet niet met de wreef. Hè. Nee, binnenkant. En vroeger probeerde hij misschien met de wreef te schieten. Ja, en die begint zijn binnenkant te trainen. En nu, alles wat hij raakt, is gewoon. Ja, maar, ja, maar ik denk ook dat soms wordt er dingen geschreven. En dan vind ik eigen. Uh... Leven te leiden en dan, ja, dan, dan wordt ja, die, die, die gemeenschap alleen maar dat die, 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 die hebben heel veel kritiek op hem gegeven. En ook. Besef ook dat hij, is, hij is ook wel een die daar uh, nu wel sterk staat op, ook mentaal. mentaal uh... Maar daarvoor was die mentaal echt kraakbaar. Mm. Die, die was echt kwetsbaar, die jongen. Mm -hmm. Maar nu is die zo zelfzeker en zo sterk van zich. Ja, Die, die is naar Inter gegaan, die, die wint de titel. Eerste jaar. Dat is natuurlijk wel zeggen. Uh, die, die, die gaan nu naar Chelsea. En die krijgt nu weer al kritiek, omdat mm -hmm. de ploeg zonder Lukaku. dan zeggen ze dat ze goede resultaten halen. Maar ik zou toch eerst. Snap je, nu is die mentaal zo sterk mm -hmm. dat hij dat dat van, zijn, van, van zijn eigen afglijdt. Mm -hmm. Want hij weet van zijn eigen: ik ben gewoon de beste spits van Chelsea. Mm -hmm. En dat had hij ervoor misschien niet. Dus nu, die commentaar dat ze kunnen geven, dat trekt hij zijn eigen niet meer aan. Mm -hmm. Daarvoor nog wel. Dat is waar, maar toch, ik denk dat sommige dingen altijd worden geschreven opnieuw en opnieuw. Dat daarna een eigen leven gaat leiden en dat het daarna moeilijk is om als etiket van je af te krijgen. Ik denk dat jij in je carrière, ik heb hetzelfde meegemaakt. mijn ja, ja. was altijd bad boy, bad boy, bad boy. boy. Nooit uh, uh, lieve jongen, brave gast. elk ding was bad boy. Roken, maar... bad boy. Drinken, bad boy. Gewoon in, go in de winkel, ja, laak, ja, bad boy. Mm -hmm. als was bad boy, dus ik denk dat ja, bepaalde metafiguren zich moeten bewust zijn van oké, okay, als je over bepaalde spelers altijd dingen maar blijft schrijven, dat je een speler ook kapot kunt maken. Ja, je kunt een speler kapot krijgen. Maar ik ben mentaal veel te sterk voor zo'n ja, zo zeven persoonlijk. Ja, ja. Maar het is net daarom mee. dat je die begeleiding ook moet hebben in het begin. Ja, de ja, ja, mediatraining, dat. hoe spreken, maar ook maar hoe maak om mij is dat van, van hoe dat ik ben opgegroeid, heb je gewoon altijd gezegd van wat er ook wordt gezegd over mij, dat ja. boeit me niet. Ja. Mm -hmm. Er zijn jongens die dat... Bijvoorbeeld Lukaku was 16 jaar, grootstalent van België de pot op beginnen breken bij Anderlecht op 16 jaar, die heeft altijd wel met kritiek geleefd. Dus die heeft de lat ook heel hoog gelegd vanaf 16 jaar bij hem. Mm -hmm. En als je dan altijd gaat zeggen van well, Lukaku doet dit niet goed, Lukaku doet dat niet goed, en hij denkt van zijn eind dat de beste is, maar hij krijgt enkel slechte kritiek, dan begint hij een beetje te twijfelen aan zijn eigen kwaliteiten. Mm -hmm. En dan blijft dat duren, 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 maar vandaag de dag denk je dat er niemand nog iets gaat zeggen over Lukaku. Mm -hmm. Want hij doet gewoon alles goed nu. Mm -hmm. Dus ja, je moet mentaal ook sterk zijn en, en Lukaku is nu mentaal sterk, daarvoor misschien minder. En ja. dat is ook gewoon persoonlijkheid hebben hè? Daarom denk ik ook dat je als speler ook zelf veel kunt maken en, 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 en laten denk. zoals dus Pierre Domo, die, die maakt van zijn eigen nu eigenlijk al een doelwit voor later. denk als zo'n persoon blijft... Daarom probeer ik te verdedigen met ik zei ook van die foto is verkeerd want je bent nu aan het proberen dat ze u kraken. Dus ik zeg dat ook tegen hem, ik probeer zo'n beetje op te voeden, want ik zie er heel veel goed in. Maar ik zie er ook nog veel kind in mm. en ik probeer dat kind zoveel mogelijk uh, weg te halen, want dat zou wel de kans zijn dat hij aangevallen kan worden. En je weet in België, sommige spelers worden gekraakt en sommige worden gemaakt. Wat vind jij van dat sommige spelers, ik kan geen naam noemen, die worden echt gewoon naar, naar voren geschoven als de nieuwe De Bruyne, de nieuwe ja. die, de nieuwe dat. Wat vind jij daar zelf van? van, 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 van die? Er zijn er zoveel. Er zijn er zoveel ik heb geen zelfs geen probleem om die naam te zeggen maar als ik nu ga beginnen dan moet ik er tien opnemen ja. ja. dus al ja dat, dat is nu helemaal belgen weet je er is altijd politiek geweest anderlecht heeft altijd die beter gaat brug heeft die beter gaat en ja die spelen vijf matchen boven nationaal ploeg direct waarom Morgen worden ze verkocht hè jij hebt met de bruinen samen gespeeld wat vind jij van de, als je moet lezen de vergelijking tussen oké okay? De Ketelaar is nu al op hetzelfde niveau als De, als de bruine. Dat wordt geschreven in de media. En wij als voetballers, ik Sergio, wij weten van, okay, dat ik heb met De Ketelaar samengespeeld heb. Er zijn honderd stappen tussen. Honderden stappen tussen. Daar kun je zelfs geen verrijking over maken. Zou de Ketelaar morgen de helft toe van de carrière met De bruna, dan mag je dat al zo doen. Dus dat is wel een heel mooi voorbeeld dat de media echt ook wel een grote ja, invloed ja, heeft tune. op het beeld dat van het speel ja, gecreëerd wordt. Ja, maar kijk, ik ga een voorbeeld geven. Ze vroegen in het begin: ja, wie kiest je in je ploeg, Nangolan of Van Aken? Mm. Dat was ook een, een, een vrouw die dat door gesteld. En Van der die zegt: van, uh, ja, Ik kan toch voor Van Aken kiezen. En dan scoort hij die goal tegen Beerschot met de wreef recht op recht in een positie dat iedereen een krul zou geven. En gaat hem daar in, in extra tijd zeggen: van, Goh, ik heb twintig minuten van die match gezien. En ik zeg die echt wel gewoon, dat hij een bal aanraakt, was verschillend. Toen hij dit deed. Dus, allee, ik bedoel, <laughs> er klopt iets <laughs> niet meer met dat gezicht, snap je? Maar wat kun je erop zeggen? Uh, dat zit gewoon in de kop en ja, uh, dat, dat is niet helemaal uh. zo. Nou, er, harde, zoveel, er wordt zoveel gezegd en daarna buiten ze hun eigen, 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 eigen tong op. Uh. Maar vind jij dat de jeugd ook uh, mediatraining nodig heeft deze dagen? Ik denk dat wel. Uh. Ik denk dat wel. Maar, ik ik denk, vind bijvoorbeeld maar jeugd, jeugd wil zeggen. Uh, Opkomend, hè. Ja. eens dat je in de eerste ploeg bent, denk ik, dan moet je nog 17 jaar zijn, dat je jezelf moet kunnen... Uh, je zou eigenlijk, al zijn, je zou eigenlijk klaar moeten zijn. Je ja, zou eigenlijk klaar moeten zijn. Dus ja, ik ja. denk dat dat moet beginnen op 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar. Maar dat je in de eerste ploeg begint te komen, of dat 18, 19 jaar is, denk ik toch ja. wel dat je moet kunnen beseffen wat wel kan en wat niet kan. Ik vind wel met, met mediatraining, dat gaat de persoonlijkheid van de speler ook wel een beetje weg. Hè? Want het, wordt precies, het zijn precies dan robotten, snap je? Uh, ja. Maar ook nee. Want ik bedoel. Ik weet van mijn eigen. Wij kan ik, ben, ik, ben geen, ik ben geen social gal. Ja. Ik, ik, ik heb Instagram, maar hoeveel post ik? Eén keer op de drie weken. Ik ben niet echt zo'n freak ervan. Het is stil daar, hè? Het is stil daar. <laughs> ja, ik, ik ben echt geen freak ervan. Maar er zijn mensen die echt leven. Van, oh ja, ik wil zoveel volgers. Dus ik wil deze fame. Ik wil dit hebben. Ik wil dat hebben. Snap je? <laughs> Maar dan moet je ook in je hebben om te kunnen zeggen van oké okay, ja nu is het verkeerd, nu is het wel goed. Uh, de momenten moet je er kunnen mm. Dus Bijvoorbeeld, uh, je verliest vier matchen. Uh, je hebt erna internationaal break, Je wordt niet opgeroepen voor een nationaal ploeg. Je hebt tien dagen vrij, post wat je wilt. Ja. Mm -hmm. dus dat is ja, wat ja. ik wil zeggen. Tijdens die vier weken dat je niet wint, weet je dat je niks moet zetten. Mm -hmm. Dat is misschien een vraag die moeilijk op te antwoorden is. Maar nu spreken ik over die social media. Denk je of, of heb je zelf ook gezien dat er voetballers zijn? Die net die media gebruiken om misschien ook nog deels naast hun voetbal te kunnen. Ja, sowieso. Ja? sowieso. En dat lukt ook best of, uh... Ja, dat lukt hè. Uh, Ik heb uh, nooit eigenlijk van social media gehouden omdat ik. Dat, dat extra, dat, dat, dat wordt er te veel aan dan voor mij. Dat, dat gaat te veel stress in mijn kop bezorgen. We zitten hier nu, je bent een goede vriend van mij, je hebt gevraagd, kom niet af. Ik doe dat gewoon met plezier, zo'n ding Ik kon niet ja. zeggen, je hey, is 50.000 euro op tafel, maar ik moet komen, snap dat. En ik er zijn mensen daarvoor, denk ik. Nee, 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 maar voor... nee, nee maar voor het zeggen, er zijn mensen die daarvoor leven, al is dat ja, 2.000, ja. 3.000 euro. Hè? Die ja. leven voor zo'n ja. ding en... ja. ah, Ik weet niet. Ik kon geen carrière, ik denk, ik heb een carrière als voetballer, als voetballer. Ja. Media. Dat is een carrière voor andere mensen, ja. hoe dat ik erover denk. Oké, okay, ja, er is wel eens vragen van, doe jij eens sponsor deel met dit of een sponsor, deel met ja. dat? Maar dat is omdat je dan een personage als voetballer, ik ga mijn eigen reclame niet opzoeken. Ja. Ik dus, ga je een andere ja, vraag stellen. Ja. Misschien de, de social media als voetballer zijnde, als je nog <coughs> actief bent hè, als voetballer, denk je dat dat meer negatiefs kan doen of, of toch nog wel positief kan blijven? Hoe bedoelt je? kan dat je misschien in je hoofd ook te veel laten afwijken van, van ja, de concentratie op het spel zelf. Uh, ja, dat kan, dat kan. Want ja, nu een dag van vandaag, als je met vijf, zes vrienden gaat eten, er zijn momenten dat je tien minuten aan tafel zit, dingen op zijn neergezet, dat er nu wordt gesproken. Ja. Dus ja, met voetbal is dat juist hetzelfde. En er zijn gewoon mensen die constant, ja, die, 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 die ja. liken, die doen, die ja. dat, die dat. Er zijn zelfs al dingen gebeurd. Deze waarin in de ploeg wel echt van ja. zeg van zich, dat, dat kan gewoon niet. Maar ik me misschien ook nog vragen, jij nu dat je daarover spreekt, wordt er vanuit de trainer zelf er ook bepaalde regels opgelegd nee. met, met gsm-gebruik ja, er, er wordt wel normaal gezien... Ah, over het gsm-gebruik, ja. Ja, een tafel mag je niet gebruiken, maar ja. Zonder moeilijk, tafel ja. Zit, uh, Vroeger <laughs> mocht je ook niet spieken op school, maar ja, spieken, iedereen zit zijn armen vol, dus <laughs> goed. <En> dat bedoel <laughs> ook niet dat <het> er ook <laughs> gecontroleerd is, dus ja, ik bedoel... Sowieso. Uh, nee, de, de, van de club uit um, wordt er wel altijd een, in een alleen in contract, maar er wordt wel altijd een reglement opgesteld, waar in staat ja. dat je de club, het club niet het clubje mag of niet. je geen beboet worden? Dus ja. dat wil zeggen, bijvoorbeeld, ja, ik heb zat gewonnen. Dat is een club immago of, of een zou ik zeggen. Dat zijn eigenlijk clubje magen. Uh -huh. Ik ben niet voor beboet geweest, omdat ik denk, denk ik dat ze beseft dat het niet kwaadaardig aardig was aan een grapje? Dus, dat ja. was en het feit van het set was in een periode dat ik gekwetst was. Ja. Dus ik moest geen wedstrijd afleggen. en uiteindelijk was ik verantwoord voor mijn slechte data dat ik heb gedaan. Ja. Wat moest dat nu gebeuren voor twee dagen voor een match? We spelen zondags en donderdags zat en ik moet spelen. Ja. Dan is het wel een zware fout. Dus ik heb een andere vraag, want je spreekt over, over Imago. En je spreekt net ook over de Nationaalstraat, iets te snel gereden. Ik denk dat was misschien dezelfde week of. Nee, nee, dat was, was dat geval op de Kaaien, maar ze hebben een Nationaalstraat geschreven. Wacht, ja. wacht, ja. wacht. Tandig praten. Nee, alleszins kort daarop, ik denk een week of misschien twee weken nadien, dan hebben we ook gezien dat je naar een ziekenhuis bent gegaan. Je hebt cadeautjes gegeven aan kinderen. Wij zelf, wij kennen u, wij hebben dat niet nodig om te kunnen zien: van kijk, Raja is een goed persoon. Is dat, iets, is dat ook een beetje vanuit de club gezegd geweest van: kijk, Raja, ja, of misschien wel. uw manager of zo? Of, of? Nee, dat wel. Ik heb het zelf altijd van mijn eigen ook gedaan. Ik heb het zelf aan mijn eigen hand ook gedaan. Ik heb in Italië, want ja, mijn vrouw is ziek geweest. En ja. die doen nu mm -hmm. zelf ook altijd die passies voor kerstmis en zo. Mm -hmm. Ik heb dat zelf ook altijd gedaan met elke club waar ik heb gespeeld. Ja. Maar na deze geval, omdat je zoveel kritiek hebt ge gehad, ja. hebben ze wel gezegd tegen me: ja, we gaan eens iets goeds proberen te doen voor het een beetje te laten rusten. Ja. Dat wil ik okay. niet negeren, maar ik ja. heb dat, als ik, eens dat ik er aan staan, dan doe ik het wel met plezier. Ja. Het is niet dat ik kan zeggen: van, ja, ik heb dat niet nodig. Omdat ik het is iets als ze mij dat offeren, doen doe ik dat sowieso. Uh -huh. Nu met deze gevallen, oké, okay, ja, dat is gebeurd. Uh -huh. Dat is een beetje voor de, de, de media wat stil te liggen, zou ik zeggen. Uh -huh. Is dat gevraagd geweest, maar ik heb dat ook gedaan met plezier. Uh -huh. Over social media, vind jij dat voetbal? Uh, veel meer is geworden voetbal, dat dat meer ook een, 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 een brand is geworden. Voetbal wat vroeger gewoon op het veld, tussen de Zuid lijnen, dat was alleen maar voetbal. Nee, maar nu met social media is het echt gewoon een, 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 een brand media. geworden. Voetbal is voor mij gewoon kapot in het algemeen. Ik bedoel, nu is er een var. Bijvoorbeeld vroeger werden ze op de teen getrapt. Ja. En dan is dat springen. Er werd ja. een ellebos gegeven in, de, in, in, in de, buikster, ja. de, buik, de buikspieren. Dat gaat allemaal niet meer. Hè. Dus voetbal op zich is voor mij kapot. <laughs> ja, het is zo. Met ja, de maar, var en zo. Ja, dus dat op zo dat gebied ja, is dat kapot. En, ja. en, en nu met, met social media, dat je zoveel dingen zit waar over geen gesproken over gesproken. Ja, vroeger was dat gewoon een telefoon, je kon een sms sturen. En sms bestuurde niemand omdat je moest betalen. <laughs> en nu is alles gratis. Dus ja. Ja, ja, maar ik denk dat veel mensen ook dat gebruiken als echt een brand, dat echt, naast voetbal ook een eigen brand willen, willen creëren. En veel mensen creëren dan een, muziek, een muzieklabel of een uh, kledinglijn. En als het dan minder gaat, dan wordt het duidelijk afgemaakt van oké, okay, hij is te veel met buitenvoetbal bezig. Ja, dat, 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 hadden wij, dat, dat hadden wij vroeger niet. Ja, we hadden we vroeger een Nokia 2013? Snake spelen en dat was het. Ja, nu is ja. de Instagram snap ja, je, het Instagram, Snapchat en alles erbij. En, het is zo, het is zo. Dit is, ja, is allemaal geëvalueerd. Hè. Zoals je ziet, ook nu. Vroeger waren we tien jaar. Ja, in de moeilijkheid dat je misschien opgegroeid. Alles had je een telefoon op 10,5 jaar. Dan had je misschien een telefoon op 15 jaar, 16 jaar. Ja. Nu iedereen ja, acht jaar. Negen, acht, negen jaar hebben iedereen op 8, 9 jaar allemaal een ja. telefoon iPhone 12, boom boom, Snapchat, TikTok, Snapchat? TikTok, al die dingen. <laughs> Bij les vroeger gewoon, dus tijd is gewoon veranderd uh, op, el op elk gebied. Uh, en wat zal uw je kinderen meegeven uh, over social media? Mogen zij dat gebruiken als ze uh, groter worden? Mijn of? oudste dochter heeft Instagram, mijn tweede oudste is elf, die heeft ook Instagram, en mijn andere dochter van negen heeft geen Instagram. En ik heb ook gezien dat jij dat nu ook terug. Je hebt het pas geleden hebt geactiveerd, wat is daar de reden voor? Ook omdat jij misschien aan het denken bent, na je carrière, wat? Wow. Nee, 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 Want binnenkort ga ik terug desactiveren, hè. Dat is even offline en dan online. Even komen kijken. Kijk, ik had het uitgedaan. Uh, eerlijk gezegd, uh, toen ik in Antwerpen ben gegaan, ik heb ik het even uitgezet. Omdat... Uh, ja. Na die fase met, met, met dat dronken, of nee, nee, dronken? Nee, daarvoor was het. Het is gewoon de fase van ik ben naar Antwerpen gegaan en ja, weet je, ik kwam gewoon in een stress aan mijn kop uh, terug in Antwerpen. Ah ja, beerschot supporters Antwerpen. Ja, ja, ja. Ik wou er in het begin gewoon geen zeven over. Ik kwam me even gewoon concentreren met terug te zitten in Antwerpen, terug zien hoe alles ging en zo en daarna terug Instagram en En zo heb ik het gedaan. Ik heb geen stress gehad van niks. Oké, okay. huh? dus ieder zijn eigen. Ik... Los van de media, hoe voelt het om terug te zijn in België, Goed. In, in Antwerpen? Goed, ik zei is het veel dat, veranderd? Uh... Ja, het is veel veranderd. Ja? Het is uitgebreid geworden, het is, ja, het is vernieuwd, alles is ja, alles veranderd. Het ja. is dus wel blij om ook wel even terug te zijn in Antwerpen. Ook. Ja, ik ben blij. En ik ben zeker niet zeker wat ik terug naar Italië zou gaan voor te wonen. Dat ja. was wel altijd mijn, mijn gedachte geweest. Ik heb mijn huis, daar. ik kan er morgen gewoon als ik wil. Maar... Ja. Ik ben nu terug in Antwerpen en ik zie zoveel nieuws, ik zeggen, snap je? Het is, ja. het is, het is echt een stad, een groeit, stad geworden waar je, waar je van kunt zeggen: je hebt alles. Ja. Er mankeert niks. Ja. En ja, de wereldkaart is nog waarschijnlijk te klein. Ja. Iedereen spreekt over Brussel dat Brussel de hoofdstad is van België. En ja. wordt dat toijmjus staat, een gepies en al die toestanden. Ja. Maar Antwerpen heeft volgens mij veel meer te bieden dan Brussel. Ja. Ik persoonlijk denk daar zo over. Hè. Ja. Nice, nice. Nee, Sava. Ik denk uh, ja. bij deze dat alles ongeveer ook is gezegd geweest. Ik weet dat jullie nog bepaalde vragen hadden over media. Maar ik denk, Raja heeft ook mooi kunnen toelichten. We uh, hebben mooie vragen ook kunnen stellen. Dus uh, ik denk tenzij, Raja, dat jij nog iets op jouw hart hebt liggen dat je nog wil, uh, wil vertellen. Nog ja, dat gaat tegen mijn onderwerp is echt altijd uur. Dat is geen <laughs> probleem, maar. Oké, okay, op die noot gaan we dan denk ik afsluiten. Raja, dank je om uh, te komen. Graag gedaan. Heren, merci uh, voor uh, de studio tijd. Yes. Mensen, tot de volgende aflevering. Ciao!